Hey, trouwens, bij, bij dat praatje wat je voor... Want dat was voor de UX'ers, hè? Ja. Voor UX. Ik vind het concept zo leuk. Dat is dus een borrel of iets dergelijks. Ja. Van user experience mensen. En op een gegeven moment zei daar een user experience expert. Die zei van... Ja, meestal als wij iets opleveren aan klanten... dan vullen we het maar voor de zekerheid met lorem ipsum. Ja. En toen zei ik, ai. En ik geloof dat een aantal van onze collega's dat ook deden. Want ja, die weten hoe ik daarover nadenk. Nee, iedereen. Maar... En dat is dus... ze zeiden dat niet. Maar ze vonden het wel dat zo van... Oh, hé, wat? Hier heeft iemand een mening over. Wat de hel? En dat is dus van... Ja, als je lorem ipsum gebruikt in de designs... Dus beste klanten van webbureaus... Let daar eens voor de grap op. Als iemand lorem ipsum zet in een blokje in een design... dat betekent eigenlijk dat ze niet vertellen over wat dat blokje daar doet. He, dus je wil eigenlijk weten, zo van, oké, er komt een stukje tekst. Maar wat is die tekst dan? Ja. Is dat een wervende tekst? Is dat informerend? Hoe lang moet die tekst dan zijn? Etcetera. Het zijn allemaal dingen die designers en user experience designers geheim houden... Of eigenlijk niet communiceren. Of het gewoon niet eens weten. Of misschien niet weten. En vooral dat, daar gaat het om. Want zolang je daar niet over gecommuniceerd hebt met elkaar... als klant en als UX-designer, maar ook collega's onderling... dan blijft dat een soort van geheim onder elkaar. En je doet er allerlei aannames over, maar niemand spreekt die aannames uit. Ja. Dus ja, wat krijg je dan aan het einde van de rit? Dan krijgen dus onze lieve collega's die de boel bouwen... Die krijgen dan al die aannames over zich heen. En designers zeggen van, ja, maar dat was niet de bedoeling. En een klant die vervolgens ook zegt van, ja, maar ik dacht dat dat elke maand een ander artikel zou zijn. Of, shit, moet ik nu plotseling content gaan schrijven? Ja, goed, je zal altijd natuurlijk miscommunicatie hebben of verschillen. Ja, maar dit specifieke dingetje... Maar deze is makkelijk. Het is heel makkelijk te overkomen. Gewoon denk erover na. Zorg maar voor echte content in plaats van... Ja, en sommigen zeggen van... Ja, maar ik heb geen nauw contact met de klant. Dus, of er hebben geen tijd voor. Weet je, schrijf gewoon een klein stukje... zo van wat het ongeveer moet doen. Zo van... hier komt een banner. Een goede UX'er zal dat wel doen, hoor. Ik heb ervaringen dat dat af en toe wel eens vergeten wordt. Ja. Oké, we komen op de foto. Oh, toch niet.